Dit is voor Fine. Hi babes, Fine. Is het zo dat jullie nu tijdens het varen compleet afgeleid zijn? En ja, dat jullie... ja, dat is het. Met een vingertje, hè? Met een vingertje. Hij ligt er zo. Oh, hey. Net naar. Hallo! De zomervakantie is begonnen, Wessel. Lekker, hè? En de zeilschool is ook bezig, want ik zie hier al mensen staan. En ik zie daar Jeroen ook al aan het werk. Hoi Jeroen! Dus wilde ik even zeggen, ja, we gaan weer beginnen. Elke week een video. Volg ons, like ons, abonneer even en je mist helemaal niks. En de zon schijnt! Yo! Jeroen, wat ga je doen? Ja. Even deze twee vlotten in het water leggen, dan kunnen we lekker meteen. Plekjes om aan te leggen, plekjes om even te lunchen, plekjes om even in te smeren. Hoge wal te trainen. Hallo! Hallo! Waar gaan jullie naartoe? Wat gaan jullie doen straks? We gaan op tocht. Ja, op tocht naar, En dames en heren, wij gaan een stukje vloggen. Wat we dan in de film stoppen, hoe vet is dat? Heel vet! En dan zie ik jullie straks in Woutzend? Ja. Ja. Even een rifje leggen, Marie. Even een rifje eruit halen. Oh, eruit? Super lekker weer vandaag. Waait niet zo heel hard. Zat dat rifje erin vanwege gisteren? Ja, en eergisteren. Twee reven. Poli heette die storm, toch? Heeft hij een naam gekregen? Ja, is zo, hè? Het is toch altijd zo dat als er... Aan het begin van het jaar een storm komt, krijg je een naam. Begin met een A. Ja, met A, hè? En dan ja. Bouwt ze op. Maar Poli, zijn er al zoveel storms geweest? Waarschijnlijk wel, ja. Nou. Wat spuit er over het water? Nou, dat moet ik nog maar zien. Toch, Magali? Precies. Beetje schreeuwen van de daken. Veel beter. Hoe is het met jou? Heel goed. Ja? Ja. Kan je ook niet wachten tot de zomer echt begonnen is? Nee, maar voor mij is de zomer al begonnen. Ja, de zomer is begonnen. We hebben het net aangekondigd. Dit is de eerste video van de zomervakantie. Oké. We gaan los. Ja, toch. Ja, toch. Even voorgloeien. Wat? Ja. Wat? Ja. Oh. Hey, Pim, dat is een mooie lage wal. Mag ik er even aanleggen? Oh nee, kan niet, want ze zijn aan het oefenen. Sorry, ik zal wel even doorvaren. Jullie begonnen, hij was hier aangekomen, met deze, met ongeveer hier. Hier, punt. Zal ik even mijn schoen erop leggen? Nee, dus je draait meer en je snelheid gaat eruit. Ja. Oké, okay, weet je nog hoe je wegvaart? Ja, doe nog. Ja, met die, ik ga die, ja, de Griek even losmaken. Word je een beetje ongemakkelijk? Ja. Oh, komt dat door mij? Ja, deze auto's je op mag, de camera, Pim, denk ik. Pim gaat nu die boot schoonmaken, want dat is echt heel vies. Pim, wat is dit? Komt dat van zijn schoenen? Ja, Lexi moet altijd haar schoenen laten zien voordat ze de boot op mag. En Pim kan gewoon met onder zijn voeten de ja, boot afhouden. Echt al desti gewoon. Oké, dames en heren, we gaan hier een lage wal afvaar moment zien. Joep. Ondertussen. Hij zit onder kikker. Wat was er gisteren weer gebeurd? Ja, storm Polly. Polly kwam langs. Ja. Hebben we wel in gevaren? Dat is natuurlijk wel vet om te zeggen dat je een keer een dikke storm hebt gevaren. Ja, dat is ja, wel dat is in de leuk. Storm, hè? En echt een storm moet natuurlijk in alle condities kunnen varen. Ja, precies. Ja. Nou, dat kunnen wij. Wat zie je, Pim? Wat ik zie is twee dames die uit de lage wal wegvaren. Ze duwen heel hard op de Griek en de gaffel, zodat ze snelheid hebben. Zodat ze snelheid hebben om aan de wind te hijsen. Maar ik denk dat die ergens vast zit. Ja, de val, hè? De klauwval zit ergens gedraaid, denk ik. En daarom is hij heel stroef. Pim, als je zo zeg maar die lage wal volgt, ja. Dan zie je dat eigenlijk als de oever zou doorlopen, zouden ze nu nog een keer in de lage wal zitten. Moeten ze dan niet gelijk opsturen? Je moet eigenlijk wel naar de aan de windse lijn. Dan kun je ook veel makkelijker hijsen. Wat is dit trouwens, Tim? Wil je dit zien, hoe het allemaal helemaal open ligt? Kijk, dit is vandaag gebeurd. Ze zijn open gegaan. Jongen. De zelfvingers. En gebruik je dan ook handcreme en zo? Nee, dat juist niet. Dat maakt de handen week. Nee, ik heb geprobeerd zelfs droog te houden in de douche. Mijn haar was. Oh ja, haar was. Ja, dat heb ik gedaan. Ja toch, even een fokje erop. Een fokje vastmaken. Een fokje erop, Wessel. Precies. Het is altijd wat met die kat, hè? Wat? Ja, kat. Word je daar niet helemaal gek van? Dat wat kat? Nee, het is perfect. Het is perfect. Het is heel leuk. Doe je dit ook straks op tocht? Ja. Als iemand zegt wat? Kat! Dan weten ze wel gelijk dat wij er zijn, hè? Dat de bit weer langskomt.
maak er een vorige lucht van. Als je in stil wil zijn bij de beert, moet je wel een beetje kunnen knopen, toch? En of. Alles moet oppassen, hè? Ja. Want stel dat Poli weer langskomt. Poli? Ja, die wind van gisteren, die storm. Oh, ja. En toen waren we opeens weer terug bij de katamaran. De katamaran. Heren, wat is dit allemaal? Dit is voor Fine. Hi babes, Fine. Ja. Maar wie is Fine, dames en heren? Want Fine is... Een meisje. Een TikToker. Een TikTokster. Is het zo dat jullie nu tijdens het varen compleet afgeleid zijn? En ja, dat is het. Wat doen jullie dan? Vallen we. Ja, jullie gaan gewoon achteraan, hè? Ja. Maar goed, dit vind ik zo vast wel lief. Ja. Als je dit nou cool vindt, duimpje omhoog. Yep. En je moet dat filmen, dat stuk ertussen. Kijk even. Is dat de instructeur die het even voordeed? De instructeur die het voordeed, maar het lukt niet in. Hoe gaat het verder, Teun? Vind je het leuk om hier weer te zijn? Ja, ik vind het heel leuk. Wel even wennen aan de valk. Eigenlijk ben jij iemand die daar hoort. Zullen we even een beetje draaien zo? Ik hoor echt erbij. Zeker daar. Is het dan ook na deze week zo dat jij niet meer in deze boot zit? Nee. Yo, hoe gaat het? Goed hoor, lekker hoge wallen. Dat is allemaal al gelukt? Nou, het is één keer is gelukt om hier zo bij deze jerrycan stil te liggen. Ja? Op het dompie. Ja. Maar toen, daarna ging het niet meer zo goed. We blijven oefenen. Blijven oefenen. Kijk, dit is een aanlegpunt daar, dames. Kijk. Daar komt Alex zo met deze hoge wal leggen. Denk je dat hij dat gaat lukken? Het is allemaal situationeel. Dus Alex gaat niet door. Komt-ie, jongens. Met zijn hoedje, zonnebrilletje, fluitje. Ja, we kunnen een SO doen daar, hè. Kleine SO naar Ali. Omdat kleine SO naar Ali. Ja, omdat hij zo goed zijn best doet tijdens deze trainingsweek. Kijk, komt hij aan. Oh, hey. Dat ging best soepel, Teun. Ging overrecht best prima. Ja. Voordat ze nog drie keer overstag gingen hier binnen 5 meter, dat was echt goed. Lekker, Alex. Ga jij nou eens even weg hier? Hey, Alex. Ze hebben eigenlijk, ik wou zeggen, geen goed woord voor jou, maar ze hebben heel veel goede woorden voor jou. Oh ja, oké. Nee, vooral deze jongen, hè. Ja. Dit is een zwaardboter in de kielboot. We vroegen ons af, Alex, waar je na deze week nog in die valk gaat zitten, denk je? Nou, niet vrijwillig ben ik bang, maar hij moet het nu wel. Maar goed, het is goed voor je algemeen kennis, hè. Maar ik wil jou daar niet stil liggen, hè. Daar. Zo. Ik wil zo kunnen doen, zo het bootje zo kunnen aantikken. Ik moet dus eilanders op... hebben grote prijsjes, maar een Q-bus is niks waard, zie je altijd. Maar goed, we gaan naar overal zien van Teun. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet hoeveel takes dit gaat worden. Ik hoop 1. Ja, anders mag hij er ook in hoor. Ja. Hey Teun, succes! Dankjewel. Hij wordt een beetje naar mij zo, oh jee. Je moet hier voor de dames shine, hè? Ja. Kom op een camera. Dan moet je roer ook even recht. Gaat hij ook eerst helemaal Timbuktu of gaat hij hem gelijk aanleggen? Ja, hij mag geen overstap maken. Ik wel een beetje doorstaan. Dat is ook lullig. Maar zijn eikpunt weg, Alex. Bijna. Je moet stil liggen hier, hè? Ik moet zo kunnen doen. Als we naar voren waren gelopen, dan had je gewicht naar achter, dus dan hadden we hem gehaald. Waarom heb je dat niet gedaan dan? Fokkenist, hij moet naar voren lopen. Maar dat moet jij zeggen. Jij bent roerganger. Hey, maar Alex, even serieus, het is wel bijzonder. Hij haalt hem bijna, maar ja. Hij zegt zelf hoe hij het had kunnen voorkomen dat hij botste. Ja, de rol. Dus hij weet wel hoe het moet. Hij weet donders goed ook hoe het moet in de valk, hij doet het alleen niet. Take 2. Ja, zoals je ziet, de zeilen staan heel strak bijna in de boot, maar ze klapperen nog niet. Dat betekent dat hij eigenlijk te hoog vaart. Dat zie je ook, hij komt niet vooruit. En nu gaat hij een stuk afvallen. Komt hij nu achter. En nu komt hij erachter dat hij te vroeg overstag gegaan is. Dat hij hem overstag extra moet doen. Wat op zich niet erg is, maar ik had de oefening juist moeilijk gemaakt voor hem. Oh, overstag. Daar komt hij, dames en heren. Nu vanaf de andere boeg. Afstappen, niet afhouden. Lopen nou, die afstappen! Nee, jij moet zelf hier stil. Nee, als je afstapt, dan heb je kracht naar achter, stap die boot naar. Ja, maar de opdracht was dat ik gewoon zo zou kunnen doen. Ja. Duin, ik vond hem goed. Gewoon door blijven trainen. Hey, we zijn gewoon perfectioneren en ik moet je gewoon even hebben. Juist. Wissel maar even, ja? Hidden, doe jij maar. Hey jongens, ik ga naar Wout Zandt, want daar zijn ook allemaal cursisten. Oh, oké. Okay. Die zijn in de snackbar. En die gaan we eens even opzoeken. Overstap, dus ik zie jullie later en anders tot volgende week. Doei. Hai. Hey Flappies. Wij zijn onderweg naar Wout Zandt. Met onze kapitein. Jamie de Rafa, wat doe je? Ik ben hier natuurlijk ook. Hey.
Met onze mooie vlag. Ja. Die is wel heel mooi. Hoe mooi? Heel mooi. Het is hier prachtig zelf weer omheen. Ja, en dan zijn we opeens nu in Woudzend met dat groepje dat op tocht ging, ja, hè? Ja. Ja. Ging het toch een beetje soepel? Ja, 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 heel best wel. Goed. Ja? Het ging top. Hoef je niet op een brug te wachten? Nee, 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 gelukkig nee, nee, niet. Huh? Ah, we komen in één keer door. Ja, dat is helemaal goed. Dat is jullie in steur, of niet? Ja. Ja. Frits! Frits! Nog een eerste keer. Nog een, ja. Maar doen die wel het werk voor jullie? Ja, ja, wel. Maar als wij er even geen zin meer in hebben, dan doen zij het wel. Dan kunnen jullie lekker in de zon blijven liggen. Ja, precies. Want het is wel echt tantoe mooi weer, hè? Moet je eens kijken. Ja, lekker weer. Insmeren en go. Dit was alweer de... Voordat we hem helemaal afsluiten, wil ik alvast nu alvast zeggen, ik hoop dat ik jullie van de zomer zie bij de Beert. Ja. En abonneer. En like. En druk nog even op het belletje. Yeah. Hey, I'll do the-